Heel erg dat terug naar die natuur, geloven ja. in eigen lichaam, in ja. eigen kracht. Ja. Mijn generatie was daar wel wat opstandiger over, zeg maar. Ja. Uh, maar er is dus nu ook weer zo'n hele stroming, waar ja. Nederland heel sterk in is. En we zagen het ook tijdens corona, moederhart. Ja, moederhart ook. Dat oh, zijn een beetje, dus een beetje dezelfde uh, zinnen. Dus dat, dat Arius waar we hier over gesproken hebben, met die, stikstof. dat, dat stikstofmodel, dat is typisch zo weer zo'n product. En iedereen zweert bij dat model, weet je wel. Dat is gewoon ook een Nederlandse afwijking. Oh. Het, is, het is een, een, een overdreven uh, fascinatie voor, voor technologie. Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gasten vandaag zijn Ad en Jelle... En we gaan nieuws van me doen. Ja, heel goed. Ten eerste jouw nieuws. Ja, nou, twee prachtige presentaties gehad van de gezagscrisis. En ook een mooi gesprek met Wim Voerman, onder andere Martin Sommers. Ja, in beide gevallen heel fijn. Mooi event, En zaterdag. Zaterdag was geweldig. Het was echt met momenten die in mijn geheugen gegrift staan. Ik denk onder andere aan de Zeeuwse Boer, eh, die ja, ja. Stond. maar ook een... Uh, maar 350 nou, mensen, zou ik ja. Dat is ook heel leuk. Een enorme opkomst, maar ook, ook een, uh, een soort prachtige lofzang uh, uh, van Ewald Engelen, die in een, een soort trance uh, geraakte. Zoals dat hij dat alleen kan, zou ik bijna zeggen. Nee, dus dat was heel, uh, heel mooi en... Uh, ja, daardoor ook uh, echt het gevoel van, nu is het er. En, en afgelopen woensdag uh, hebben we een, um, een, een, een meer besloten bijeenkomst gehad. Uh, er waren ook nog aardig wat mensen, maar was ik ook storm. Dus ik begon al wel even in woelige tijden, weet je. Nou, dat zie je wel. Dus het was inderdaad storm uh, in, in, in Den Haag. Uh, en Pieter ontzicht heeft uh, toch tijd weten vrij te maken... Ondanks het feit dat ook de, 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 de corona-enquête, waar we zo ook nog over zullen hebben, ja. ook een uh, voorwerp van debat was. En uh, het boek in ontvangst genomen en uh, nog een uh, korte toespraak gehouden. En, en vervolgens heb ik het boek, dat is opgedragen aan mijn vader, ook al mijn uh, uh, bijna 95-jarige, over twee dagen wordt hij 95, uh, uh, opgedragen. Dus, en ik heb het kippunt hem geschonken, Mooi. overhandigd. Bijzonder. Ja. Jelle, jij bent daar volgens mij tot drie uur blijven hangen. We hebben uh, informeel circuit. Uh, ja, dit was een heel leuk en uh, lang feest. Ja, enorm veel mensen gesproken ook nog. Misschien dus... leuk om toch een beetje feedback. Wat voor feedback krijgen wij dan? Ja, ja dat is wel een goede. Ja. Het... Nou, ja, mensen zijn wel echt vol bewondering over wat we allemaal doen. Dus vind ik echt wel veel complimenten. Daar ben ik ook wel een beetje ongemakkelijk van. Of van ja, wat moet je daar nou mee? Ze hebben aardige woorden. Dus ik vond... het Maar de gesprekken kwamen ook wel op gang. En toen bleek dat mensen het soms ook niet meer mee eens zijn. Nou, dat, <laughs> dat was... Dat was, dat was al, Toen krabbelde ik alweer terug. Ja, uh, want jij roept altijd heel erg op van... Uh, geef ons je mening. Weet je, jij ja. doet altijd het debat, hè? Van geïnspireerd worden. Ja, nou, dat, dat was ook zo. Dus mensen brachten hun eigen levensverhaal in. Eerst bij de microfoon, maar later bij de, bij de borrel ook, ja. En vertelden gewoon wat voor werk ze deden en... Ja, leuke verhalen, man. Mensen die dan uh, ja. in, in Japan op scheepswerven werken en dan weer terug naar Nederland zijn en al die tijd gewoon met Nederland contact houden via ons eigenlijk. Uh, dat, ja. dat, dat soort uh, mensen die alles kijken of specifieke dingen. Viel me ook op dat het nieuws van de week best uh, vaak genoemd wordt als, uh, ja, ja, als ik eerlijk ben, dan iemand die dan heel uh, uh, belezen en werelds uh, overkomt. Uh, of met heel duidelijke interesse in bijvoorbeeld ook spiritualiteit. Uh, dit, dat type riep er ook rond. En uh, maar nieuws van de week was het dan wel. Leuk. Ja. Dat je... Maar voor ons. Ja, waar is hem ook een beetje. Maar voor ons, wij weten natuurlijk ook echt helemaal niet wat ons publiek is. Maar nou, Hoe vond jij het dan? Nou ja, dus eh, best veel mannen. Ja. En, oh. en niet dat dat per se erg is, nou, maar de vorig jaar. De volgende keer waar, weer meer vrouwen gaan. Vorige keer waren er wel, wel veel meer vrouwen en ja. stelletjes. Ja. Ja. ja, ja. En, Die hebben we wel in Rotterdam geboekt. Hè? Boekt, ja. En ook meer jongeren op de eerste keer. Dus ook nu. Ja. minder jongeren. Uh, ja. Best veel intellectuele ook, ja. dus ik weet niet of dat dan met jouw boek te maken uh, zou, het, heeft. zou ook iets mee te maken kunnen hebben. Ja, dat, dat merk en... maar het onderwerp dan ook. Uh, maar ja. het was niveau was echt heel hoog. Ja. Ook de vragen merkte je, dus want we hebben de mensen uitgenodigd aan de microfoon, de vragen. Ja. En maak je opmerkingen. De, maak je opmerkingen. Nou, dan zie je echt dat dat gewoon, ja, mensen zijn die ja. echt over het leven nadenken. Ja. Nee, ik, maar, ik, vond ik vond het ook vond... mooi dat we. ...van boeren, intellectuelen, maar zelfs ja, de combinatie. Ja, absoluut. Dat, in die zin vond ik het wel heel gemalleerd. Dat was vorig ja. jaar ook. Uh, ik vond het een heel gemalleerd gezelschap. Uh, heel betrokken, aandachtig. Mensen zijn ook lang gebleven. Ja, dus, uh, nou, ja dat was echt... Wij gingen, gingen er altijd allebei laten. Uh, Jij nou... ging ook op de... <laughs> ja, ja, ja. Het ja, ja, stond, ja, er was vol met, uh, met, uh, met, met vijf of zes groepen mensen die aan het ja. uh, praten waren. Gewoon... Ja, een ja. Hele, hele, hele goede uh, atmosfeer en uh, ja, het, is, het blijft ook bijzonder wanneer mensen je aanklampen en je bedanken en, en vooral ook tijdens de coronatijd, maar ook nu, uh, ja, dat, dat, dat blijft toch uh, een van de mooie momenten. Toch, uh, dus dit, dit is natuurlijk ook fijn om met elkaar, maar het is ook wel heel gaaf om te zien uh, uh, hoe, hoe dat bij mensen aankomt en dat, dat zie je toch het best in levende lijven. Ja, zeker. Nee, die interactie ja. is bijzonder. En... We gaan het van de winter weer doen. Hè? Dus, ja. uh, oh, ja. Ja. ik hoor je ook. En dan ook waarschijnlijk wel in een andere stad. Oké, okay. leuk. Ja. Ja. Uh, klaar, klaar, iets ja. meer uh, relatie. Dus niet uh, stevast in uh, dezelfde plek. Maar, uh, in Rotterdam. Nee, misschien. Uh, maar we ja, hebben het dat. Het is wel een super gave plek natuurlijk, ja. de kerk. Ja, nee, zeker. Ja. Maar we willen, willen het ja, toch ook wat later roeleren. Dus we gaan kijken in, in Utrecht. Of als iemand er nog een idee ik heeft ik voor een zeggen. mooie locatie. Ja, ja, misschien hebben we een ja. tip. Dan, uh, dan houden we ons van harte aanbevolen. En dan moeten we een paar honderd man in kunnen. En, uh, ja, 300, 350. Ja. Ja. En dus, dus tegen het. Uh, nou, ik denk ergens in december. Moeten we moeten wel even gaan zien hoe, hoe en wat. Maar we gaan absoluut nog een evenement uh, doen. Ambitieus? Ja. Want we doen het allemaal ja. met. Zeker, maar, maar we, hebben nu, we, we, we kunnen dit kunstje nu wel. En dus, uh, uh, het is belangrijk, denk ik, gewoon voor iedereen om het te doen. Dus, uh. Ik sprak trouwens ook mensen die, dat ik nog even benadrukken, die vonden dat het allemaal zo geolied liep en dat, het, dat we elke dag je uh, wat uh, posten. Jij, ik begint, jij zit al te lachen. Want wij kennen natuurlijk de achterkant van de organisatie, hoe mensen eraan trekken en hoe moeilijk het soms is om dat goed te plannen. Maar het wordt wel uh, ervaren, dus. Nou, ja, nou, dat is okay. ook wel leuk om te horen. Heel goed, heel goed. We, we, doen, we, we zijn er ook wel uh, in vooruit gegaan. Hè? En het team is sterker geworden. En, uh, Willem Dirk, Wouter, uh, Kento. Dat loopt ook allemaal. Uh, en, maar ondertussen moeten wij het natuurlijk ook nog doen. Dus, uh, en en voor, voor vandaag hebben we wel weer iets uh, spannends op de programma staan. Ja, maar je, je ziet ook: ik sprak jou toevallig dan vanochtend. En dan heb jij eigenlijk vannacht. Ook bijna niet geslapen. Hè? Gewoon eventjes die achterkant. Ja, ja nee. Ik heb, ik heb, ik ik heb dat... de politieke biografie van Shell. Uh, hoogspel van Marcel Metsen. Dat werk ja. uh, komt binnenkort ook online. Ja, dat is echt zo'n fascinerend verhaal. Ja, maar ik hele... slaap ook is... zo vaak donderdagnacht niet. Om dit ja. voor te bereiden, zeg ja. maar. Ja, je bent well <laughs> ja. ook wel een killer. Dat is ook wel... Wat wij... Nee, maar het is, het is, het is, het is ook uh, onze le leesclub of onze, uh, ja, en dan moet je soms, ja, dat is, dat, je moet wel juist ook doen. ja dat de als... Slaap voor Marlies nu sinds kort eigenlijk wel een van de prioriteiten, de prioriteiten is. Dan moet je het of meer vertellen. Dus of ja, dat, dus dat offer, nou, vroeger, de, ja, dat weet je. Nou ja, ik bedoel, ik, ik heb zeg maar wel, uh, zeker tot mijn 45ste, altijd maar twee uur per nacht geslapen. Twee uur? Ja, ja dat was gewoon een vakkense vaan en, uh, zo, ja. Ja, vier uur is ook best weinig. Maar... Ja, best ja. ik. Maar het was altijd maar twee uur. Ik kan er ook niet meer van maken. Ik was een soort spook, dus ja, ik, ik sliep gewoon altijd heel weinig. En ik heb ook het gevoel dat een deel van mijn succes zeg maar. want ik gewoon veel meer tijd had. Dus ik heb al al boeken gelezen, films gezien. Bob, je hebt bedrijf, ook, en je hebt ook nog aandacht dan in die ja, ja, oh, was, ik, ja. Had wat, ik had dat, ik had dat. Maar oh. ik begrijp het nog steeds niet. Maar je bent dat nu kwijt Nee, ik wilde dat gewoon niet meer, want ik dacht, dan word ik geen 60. Ik weet ook. Dat is een roofbouw op je, op je lichaam. Maar ik moet dus gewoon zo, dat drukke hoofd van mij, wat ja. rust ja. krijgen. Nou, waar wij het ook over meditatie. En al dat soort dingen. Dat is voor mij, zeg maar wel, nu een soort probeer ik een hoofdfocus te zijn. Maar ik lig er ook heel snel weer af. En dan ga ik weer in yoga versnelling. Ja. Um, maar ik weet, dat is heel ongezond. Dus iedereen, niemand moet dat ook doen. maar... Um, ja, nou ja, soms is daar moeilijker een balans in te vinden. Nou, ik ben ook weer slapend aan hoor. Ja, dat snap ik. Jij hebt ook uh, ja. roofbouw gepleegd. Ja, ja, maar ik ben nu ik ben even flink het sporten uh, en uh, lekker uh, in de buitenlucht uh, aan het zwemmen. En uh, de slaap komt ook gewoon weer helemaal op orde. Nou, maar nog, maar nog even, hoeveel uur slaap je dan? Uh, nu? Ja? Ja? ja, nu... Ja, dat is toch fascinerend dat je maar twee uur nacht. Vanaf... Ja, nu, nu, nu dan tussen de vier en de zes... En dan... Ja. Maar, ja. en dan moet ik daar heel erg maar op focussen. Mm. Dus dan moet ik online de al vanaf acht. Nou, heel ingewikkeld is dat bij mij. Dus daarmee ook veel gesprekken gaan hier ook over. Dus als het gaat over, over gezondheid, dan ben ik daarom altijd nieuwsgierig naar. Welke kennis hebben wij nu over slaap? Mm. En dan lijkt dus toch dat in die nacht, dan herstel je het immuunsysteem. Uh, wordt, uh, wordt hersteld. Ja. Dus het is gewoon ja, goud. Hè? En ook, ook de ook. dromen rijk, hè? Ook, ook de, de, ja. de dromen en de... Maar het is, ja. het is ook... Uh, heel, uh, bijvoorbeeld de puber moet ook heel veel slapen. Ja. Uh, voor de, de vorming van... Uh, zelfs de geslachtelijke differentie. Ja, dus dus, dus uh, ze zeggen ook dat uh, weinig slapen... Dat uh, de jongeren eigenlijk te veel bezig zijn op hun telefoons... Dat dat ook leidt tot uh, eigenlijk minder uitgesproken uh, uh, seksuele identiteiten. Dus in die zin klopt en met de opkomst van heel die, die genderproblematiek en die dysforie. Uh, loopt ook op een interessante manier parallel met die digitalisering. Nou, ik zeg er in mijn boek iets over, niet zozeer over dat, dat, dat slaappatroon, maar wel over die, 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 uh, ja, die beeldcultuur. Um, en en het uh, wordt ook in verband gebracht met uh, het ontstaan van, uh, van dementie en dat soort fenomenen. Het is voor mij ook uh, niet mijn sterkste punt. In de laatste jaren is het ook, merk ik ook echt, dat het lastiger is geworden. Zeker wanneer ik echt vol met iets bezig ben. Of zware taken heb. Maar ik probeer me er nu toch wel op te richten ook. Want ik kon, ik van, maar 7 heb heb nou, uur slaap is voor jou wel normaal toch? Nou ja, dat is ik ben er nu weer terug aan het keren die... Maar, maar ook ik zat tussen de vier en de zes ook. Ja, maar dan ben je begeisterd. Ja. Oh, ja, nee. Begrijp ik helemaal. met dat, ja. hoe kun je, Dan word je s'nachts wakker en ja. heb je ideeën. Ja, ja, ja. En, en het, het roept vaak s'nachts naar je, de ja. ideeën. Ja. Ja. Ook ah, nee, als dus ik dus in een andere tijdzone zit. Als ik bijvoorbeeld in Azië ben, nou, dan, dan ben ik helemaal zo aan. Dan, 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 ja. Maar is het misschien een mooie brug naar jouw eerste nieuws met telefoons op school? Oh, ah, ja. even een kortje, ja. 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 Nou, uh, het is er nu door. Uh, Wiersma, dus voormalig minister, altijd heeft daar die uh, fantastische redenvoering over gehouden. We hebben het ook besproken, dus daar uh, nou, kun je het misschien nog over hebben. Maar in ieder geval, uh, Wiersma en uh, Dijkgraaf waren eigenlijk al van mening dat er iets met die mobiele telefoons moest gebeuren. Maar dat moest het vooral van onderop gebeuren. Dus in de scholen zelf zouden leraren en juffen dan moeten beslissen of er in deze klas wel of niet zo'n slaapzakje aan de muur hing, waar je dan begin van de les je telefoon in dat was eigenlijk de visie van uh, de ministers. En die is nu wel echt gekanteld. Er, is nu een, uh, uh, er wordt nu een document gewerkt waarin wordt gezegd: uh, het advies is echt, de te telefoon is de klas uit. Het is weer typisch Nederlands. Dus het, op het ene advies volgt het andere advies. Er is nooit eens een keer bij dit soort dossiers dat er gewoon gezegd wordt: en nou. Frankrijk? Wants? Ja. Gewoon de school uit, je mag het niet eens meer naar binnen halen. En dat is volgens mij ook nodig, zo'n harder advies. Omdat heel ja. veel scholen zijn, ik zie dat zelf bij mijn eigen kinderen... die zijn al ingesteld op mobiel gebruik. Ja. Dus die communiceren met kinderen al via de telefoons. Ja. En dat is op de middelbare scholen nog veel erger. En die kinderen zelf ook in pauzes. En uh, ja, ouders stimuleren die appgroepen ook. Hebben zelf ook schermtijd van vijf uur per dag plus. Ik bedoel, ik ben, uh, niks menselijks is mijn vrede, Ik ben absoluut telefoonverslaafde. Uh, maar ik probeer wel dat thuis echt met mate te doen. Ja, dat, en... moet je, dat moet je uh, met mate doen. Ja. En de, het school is ook volgens mij een soort heilige ruimte waar je dat niet moet willen. En nog steeds is de overheid dus niet in staat om, nou ja, boter bij de vis te geven. En dat maar nu, is volgens mij, nee, dus, dus één stapje verder weer. Er komt een advies dat de telefoons de klas uit moet. En dat is al een hele stap ja. verder dan waar we waren. Maar nog steeds niet waar we willen zijn. Namelijk dat gewoon verboden wordt. Mm. En die nieuwe minister, die. Uh, die is er nog niet. Nee, dus okay. nee, is gewoon via Dijk geroen. Wie, uh, En yeah. right. wie is maar gaat op. Uh, en het deed mij wel denken, altijd aan van, ja, wat willen we eigenlijk op hogeschool en universiteit? Dat is ook wel makkelijk om te praten over de school van je kinderen, die je op allerlei manieren nog wil opvoeden. Eigenlijk is het ook toch te zot voor woorden op de universiteit wat je ziet: mensen dat ze tijd ze erop verklooien. Ja. Dus eigenlijk wil je ook. Daar verboden. Ja. Waarvoor, in ieder geval dat advies oprekken. Het, he, het hele idee dat alleen kinderen te kampen hebben met deze verslaving is totaal naïef. Er is net ah, iets van: ja, uh, roken moet je ontmoedigen bij kinderen. Dit is inmiddels de is VU ook een, een rookvrije universiteit. Hè? Dus uh, je kunt alleen buiten bepaalde zones nog roken. Nou, dus ik denk dat dit, dit zou ook een mooie volgende stap zou zijn: hè? een uh, telefoonvrije universiteit. Eh, want het is gewoon natuurlijk verslavend. En uh, ik, ik, uh, ik vind het wel typerend hè, dat wij uh, binnen het onderwijs wel in staat zijn om, uh, om toch vrij. Uh, uh, Verdergaande maatregelen op, terecht, uh, op te leggen waar het gaat om uh, uh, de, de, de bescherming van uh, rechten van, van, van minderheden, de, de hele discussie die we hebben gehad, ook over uh, de, laten we zeggen, woke, woke thema's, uh, die, die de scholen binnen worden gefietst. Terwijl hier natuurlijk gewoon heel uh, duidelijk en evident uh, een echte morele kwestie ligt, van bescherm je kinderen tegen deze uh, uh, verslaving. En, 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 en we, dat vinden we dus veel moeilijker hè, dan uh, eigenlijk, eigenlijk veel andere thema's. En dat, nou ja, ik, ik ben wel blij dat het er nu is, dat advies. Maar ik, ik ben er ook voor. We hebben hier ook al jaren voor gepleit. We onderwijs in tijden van digitalisering. Wanneer is dat geweest? 2016, denk ik. Het is een boek dat we samen ja. hebben gemaakt. Ja, ja, ja. ja 2016, Waren we waren er vroeg bij. Ja, nou, toen was het al dat wij hadden het al vijf jaar eerder kunnen doen. Maar ja. toen uh, wilde de uitgever ook. Ja. Ja, nee, dus, maar is, is, waarom kunnen wij. Wat zit er in de Nederlandse cultuur waarom we dit moeilijk vinden? Nou, ja, dit, dit is natuurlijk wel echt heel het idee van. Ook artikel 23. Uh, scholen moeten dat zelf kunnen bepalen. Uh, toch wordt de autonomie En uh, die ook vaak heel. Uh, autonomie bij kant is uh, zelfwetgeving. Uh, en je zou moeten zeggen: ja, de, wij, wij, wij uh, hebben autonomie heel erg opgevat als bepalen we zelf wel. En dat zijn al verschillende dingen. Dus, dus ja, je hoopt dan ook dat een school, wanneer die autonoom is, zichzelf ook die wet oplegt en, en, en daar een idee bij heeft. Maar goed, en, en, en de gedachte is dat de ouders daar dan ook, want het is een levensbeschouwelijk onderdeel. Maar ik denk, net als met roken, daarom gaf ik dat voorbeeld. Je moet gewoon zien, dit is een zwaar verslavend middel. Uh, het is evident, ook, ook, ook inmiddels echt, echt ook wetenschappelijk aangetoond, dat het allerlei nare effecten heeft voor je concentratievermogen, de ontwikkeling van je hersenen. Uh, dus dat, het is niet zomaar iets. Nee, het uh, dus is daar spannend. moet je stress verhogend, depressie verhogend, slaap verminderend. Dus dit is een. en uh, we leven allemaal ook met de telefoon. Uh, voor ons, uh, de nieuwe wereld heeft mij ook tot een, een intensieve gebruiker gemaakt. Laat ik het maar gewoon heel eerlijk uh, zeggen, hè? Dat, is, dat is echt ja. tijdens de YouTube, hè, je gaat gewoon ook kijken van hoe staat het met, uh, met onze filmpjes, kom weer andere filmpjes tegen. Ja, dat, wij zijn al volwassen, wij zijn op een heel andere manier groot geworden. Ja, uh, zeker jij en ik, we hebben al een type, machine. type machine. Nee, ik ook, begin. In mijn studententijd kreeg je pas Facebook, dus uh, ja. nu in die veel vroegere leeftijd ja. komt die uh, sociale vergelijking op. Ik wil nog iets noemen over dat typisch Nederlands, dat is wel belangrijk denk ik in de discussie. Uh, uit allerlei onderzoek naar cultuurverschillen, bijvoorbeeld van Schwarz of van Hofstede, Pinto, ja. zie je heel duidelijk dat wij scoren op vooruitgang en op uh, ja. nieuwe, nieuwe dingen. Innovatie. Met, Innovatie. En, en we hebben eigenlijk uh, weinig met traditie. Ja, we zijn gadget lovers we, samen: conserveren. En dan, dan op die lijn hè, van traditie en behoud, en uh, vooruitgang en verandering, en globalisering, ontgrenzing, zitten we dus helemaal in die hoek. En dat uh, Gabriel heeft daar een mooi boek over geschreven, trouwens met jou. Ja, en waartoe is Nederland op aarde daar in zijn stuk gaat dat heel erg over de mobiele aard van de Nederlander, om maar zo over te zeggen. Nou, Nederland is ja. heel, maar ook wat trein en autoverkeer. Maar zelfs op zo'n klein landje zit een enorm heen en weer, een we een weergaand volkje, ja. een append volkje. Um, ja, dus het... wij vinden het ingewikkeld als iemand eigenlijk wil remmen... en zeggen van, er is een sfeer die buiten de uh, supersnelle communicatiewereld staat. Dat, 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 dat vinden wij niet te verkroppen. Terwijl uh, in heel veel andere ja. landen is dat, uh, is, dat, is dat meer... In, in Duitsland, ik, ik weet ook wel in Amerika, uh, een jaar of vijftien geleden was ik daar. Er viel me op dat het mobiele telefoongebruik op de campus uh, minder was dan bij ons. In Duitsland... Mm. In de, nu is dat niet meer zo, maar het viel me toen al wel op van hè, deze gasten zitten helemaal niet op de telefoon. Maar ik denk dat er nog een andere factor in zit. Hè. Dus uh, <coughs> dat vertekent even de duiding een beetje. Um, want ik, er zit ook een heel conservatief uh, wel degelijk element in Nederland. Uh, maar wij zijn eigenlijk al vanaf de, de middeleeuwen, uh, uh, zijn wij uh, een land geweest met een grote voorliefde voor uh, mechanische constructies. En mechanica en dus instrumenten. En uh, allerlei, dus we hebben ook uh, florerende hier, uh, uh, in industrie gehad met zaagmolens. Met, we hebben ons eigen land gewonnen met, met, met watermolens. Uh, we hebben grote ingenieurs gehad. Uh, uh, tot op de dag van vandaag is, is dat iets waar, waar, waar we gewoon een voorliefde voor hebben. Daarom zeg ik gadget lovers. Uh, dus dus uh, we hadden drukkerijen, uh, uh, dus de, de drukkerij Bril bijvoorbeeld hier in, in, in Leiden. Nederland heeft de boekdrukkunst ook al heel vroeg uh, omarmd. Uh, we twisten zelfs of we zelf niet de uitvinders zijn van die boekdrukkunst. Uh, uh, en en zo, zo kun je doorgaan. En, en uh, ja, wij, wij hebben inderdaad iets met, uh, met, met automatisering, met, met technologie, met mechanieken. En dat zit gewoon in heel ons landschap. Uh, we is het ook omdat we onder de... Ja, uh, tuurlijk. Papen dat is, dat is, dat is, we de hebben de ons... Uh, 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 in, in, ja, dat is Zeeuws-Vlaams volkslied. Uh. Dus dat, dat, uh, uh, dat heb ik nog gele geleerd. Waar eens daar meeuwen verstieren van het eenzaam strand... daar schiepen zich de zeeuwen uit schor en slik hun land. Waar eens de stormwind... Nou goed, ik kan er wel doorgaan, maar... maar, ja, maar toch, het is ook dringend horen. Ja... Ja, nou, dat is best mooi trouwens. Die melodie, die, dit refrein is absoluut slecht, vind ik. Maar dat, het couplet is heel mooi gemaakt. En dit is ook het couplet. Dus, uh, maar er schiepen zich de zeeuwen uit schoorstekkend land. Dus we hebben natuurlijk heel vroeg. hebben wij met behulp van die uh, technologie, uh, mechanica's, hebben we hebben ons eigen land gecreëerd. Uh, Goethe is een Faust 2, neemt Nederland als een soort voorbeeld. Heidegger, de, de, uh, de kritische techniekfilosoof. Dienstmaag uh, uh, draaide er van om toen hij uh, onze ingepolde landschap zag. Want het is een soort ja, realisatie van de techniek. En, en dat hebben we, uh, wanneer we het ook hebben over het oprukken van het systeem en dat, uh, in het kader van de coronacrisis of de gezagscrisis, dat wij al die modellen gebruiken. Uh, dat, dat, ja, ik kan hier heel, heel lang over praten, maar René Descartes die zat hier twintig jaar en, en uh, hier in Leiden. En ontwikkelde daar zijn uh, eigenlijk, eigenlijk basis voor de hele nieuwe wetenschap. En, de, en die, dat is een, echt de mathematische methode. En, en dat zou dat Newton later ook, uh, ook overnemen. Nou, die, die, die mathematische methode die werd bij ons door mensen als Simon Stevin. Uh, die ook ons prachtige woorden heeft geschonken. als de loodlijn, de rechthoekige driehoek, maar ook wiskunde. Allemaal al woorden van hen. Uh, en in het buitenland zeggen ze mathematics, waar wij gebruiken wiskunde. Maar die, die, die Simon Stevin was een ingenieur en die zat in het leger bij Maurits. En, en uh, die, dus die ontwikkelde eigenlijk al, allerlei toestellen en mechanieken. En, en uh, daar is ook later is daar Maurits uh, in terechtgekomen. Of sorry, uh, Descartes in terechtgekomen. En dus wij hebben iets. Mm. Dus, dus Want we, we hebben ook, een denk aan geloofsgemeenschappen, daar zit een hele conservatieve trek maar die fascinatie met mechanieken, en dat omarmen we allemaal. Dus dat is uh, klokken, uh, uh, ja, dus inderdaad... Je zit ook in bedrijven, ASML. ASML, e Lips, dus, allemaal, dus al, allemaal... Bedrijven die schilderen... Techniek. Schilderbedrijven, Maar ook, vliegtuigen, die, vliegtuigen, dat... ook die modellen, Timbergen, ja. uh, we hebben uh, informatici, uh, uh, econometristen. Ja. En, en we zijn ook dol op, op het implementeren van allerlei modellen... Uh, in, nu in onze bestuurswereld. En, en dat dag had ook een heleboel... Love, hè. Dus, dus dat, dat Arius waar we hier uh, over gesproken hebben... Met die, dat is type, dat stikstofmodel. Dat is typisch zo weer zo'n product. En iedereen zweert bij dat model. Weet je wel. Dat is ook een Nederlandse afwijking. Nou. Het, is, het is een, een, een overdreven uh, fascinatie voor, voor technologie... Maar misschien ook wel komend uit een ja. tijd waarin nog veel mensen die technologie begrepen. er is nu geen studenten vinden die nog een bouw kunnen wil studeren. Dus dat is wel de paradox. Ja, het begint weer aan weer de hand. De... Ja, het valt tegen hoor. Ja. Maar onze boeren zijn ook Zij internationaal. International... Dat ja, zijn ze... ja, Chinezen. Maar... internationaal werden altijd uh, als voorbeeld gezien van. Technologie. Ja, ja, waarom? Al die technieken, we hebben helemaal geen achtelijke boeren. we zijn hypotechnische boeren. Ja, dus dat woord, als ik welke podcast ook uit het buitenland luister, dan is het dat ze, dat ze zo verbazen aan de hand met onze boeren. Want ze hebben ja, die hebben, die zijn het meest innovatief. Ja, en ook uh, de laagste stikstofuitstoot. Ja. uit. Dat, dat het is het meest al... omarm. Ja, ja. Ja, uh, nee, absoluut. Ja. Dus die zijn ook weer een voorbeeld van wat jij net inbrengt. Ja, en we propageren dat ook. En, uh, en, en nogmaals, er zitten ook mooie kanten aan. Er zitten heel veel mooie kanten aan. Maar er zit ook echt schaduwkanten aan. En inderdaad, uh, als je denkt aan uh, bijvoorbeeld de Duitse omgang met digitaal geld. en, en onderzoek. Nou, weet je wel, we, uh, op de markt. In een mum van tijd uh, hadden alle, alle hadden ook gewoon zo'n apparaat. Weet je uh, ja. nou, Cashgeld is hier bijna. Abgeschat. Nou ja, maar ook, dat is zo gekoppeld aan dan is het zwart. Ja. Dat is niet meer. Wordt niet bij. Nou, in Duitsland gezien, is veel meer met die associatie afbevallen. met vrijheid hè. Met... Ja, vrijheid. Ja. En wij hebben ook daar weer die techniek natuurlijk maximaal omarmd. Van oh handig, hoeven alleen maar te En als je niks of, te verbergen, hebt Marlies. Ja, dat is het argument. Maar dat is inderdaad ook daarmee zie je inderdaad dat we dat maximaal omarmd te hebben. Ja, ja, we zijn echt uh, gadget lovers. De ja. Daarna worden ook heel veel producten hier, uh, dit onderwerp hadden we helemaal niet gepland jongens, maar heel veel onderwerpen worden, of uh, dingen worden hier uitgeprobeerd. Dat is omdat met zelfrijdende auto's. Ja. Hebben we hebben ook volgens mij met... veel Tesla-rijders in Nederland. Met dus de gadgets? Ja. Nee, de overtuigende, overtuigende lijn. Ja. ja. En veel uh, laadpalen ook hè. Dus als je ja. bijvoorbeeld een en naar België kijkt, dat, 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 dat gaat daar veel trager. Ja maar in de zin van het beschermen van wat je als heilig kunt zien, of het nou gaat om kinderen of uh, uh, baby's zwangerschap, daar zijn we ook juist altijd heel uh, uh, progressief in geweest. Hè? Dus dat het is weinig terughoudendheid waar het gaat om morele grenzen. En dat zie je dus ook met dit mobiele telefoon. Dus dat je iets, dat je die kinderen wil beschermen, dat is vanaf niet goed. Ja. Is goed denkbaar in Nederland. Nou ja, maar het, kijk, dus, dus, het, 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 gaat, het is een abstracte moraal. En dus dat is ook een thema. Het is een abstracte moraal. Dat is ook, eigenlijk morele leegte dus. Uh, waar, waarin je wel degelijk uh, ook een hele, heel moralistisch spreekt over. Nee, maar die telefoon, dat is belangrijk. Het, het is niet zomaar. Ja, maar dat, nee, nee, want het is, dan kunnen ze zelf uh, dit. En, kunnen, en ja. scholen kunnen dat doen. En da, ik, ik durf dus ook uh, echt. Uh, er is denk ik een hele zware lobby ook geweest. Om te voorkomen dat dat verbod zou worden ingesteld. Want um, Big Tech zit ook inmiddels dik in de onderwijswereld. Je ziet dat er allerlei programma's zijn uitgerold, ook in het VO. We hebben daar in de, bij de nieuwe wereld ook al verschillende uitzendingen over gemaakt. Um, eh, waarin je uh, ziet dat, uh, dat, dat ook scholen eigenlijk die koppeling met die mobiele telefoon helemaal hebben, hebben doorgevoerd. Uh, en, en dat wordt dan weer ook uh, uh, beleden in termen van uh, ja, de autonomie. En dan kan de leerling zelf. En dus de leerling zelf. Dus het, dus er komt een verhaal of mensen erin geloven of niet. Uh, dat, is, dat is een tweede. Maar het is, zo verkopen we het wel. Uh, vaak ook met moralistische termen. Maar hoe bedoelde je met geboorte? Of wat? Nou ja, uh, Nederland heeft. Abortus. Uh... Ja, Nederland heeft een traditie van experimenteren met, met zwangerschap. En. Uh... Ja, maar wij hebben juist, in ieder geval zeker in, in die tijd, uh, toen ik bijvoorbeeld mijn dochter kreeg, met Beatrice Smulders, ja. waren wij juist heel terughoudend met technieken. Nee. Dus vrouwen die toen, kinderen, nee, zeg maar, ja. uh, als we op de wereld. Ik heb zelfs geen uh, echo gehad. Ja, nee, maar dat is, dat is allemaal wel radicaal veranderd. Ja, ja. Nee, dus, dus, maar dat toen, was, nee. toen was er nog een terughoudend, Moest terug naar moeder natuur. En, ja, maar nee, en, nee. Zo, nee, dat maar, is dus maar, zo, een nou, soort ontwikkeling binnen nee. en, Nee, 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 nee. daar ben ik het absoluut niet mee eens. Uh, er zit in Nederland ook een lijn. Eh, maar dat, ja, weet je, we gaan nu een heel andere kant op. Maar dat, is, is dat kan allemaal bij het eh, eerst van de week. Ja. Nee, maar er zit in Nederland ook uh, waarin heel duidelijk een, uh, een feminine trek zit in uh, onze cultuur. Bijna een, een oermoederachtige trek, in, in mijn optiek. Um, die, uh, die je ook ziet in uh, de hele uh, zwangerschaps- en bevallingscultuur. Uh, waarbij wij uh, echt de vroedvrouw kennen als fenomeen. Dat, ook, uh, dat, dat is eigenlijk. Dat neemt wel af, maar het is nog steeds heel belangrijk uh, voor vrouwen. Uh, die, die via de vroedvrouw... En dat, dat heel veel vrouwen in Nederland ook bewust ervoor kiezen om uh, thuis, niet, thuis, thuis, thuis te bevallen, maar ook geen verdoving willen. Omdat dat dus een. Ja. Dat is een soort, als een soort. Ja, ja. ja. Ubervrouwelijkheid wordt, wordt gezien. Ja, natuurlijk. Terwijl je in Amerika. is het. Oh ja, ik ja, bij mij, ben bij helemaal gek. Is ja. wel. En dat is, dus een, dat is dus weer een andere lijn. dan die, dan die technische. Uh, en dat heeft iets met die, ook met die rol van. Uh, de moeder, de vrouw te maken. Die, uh, dat zie je ook in, in de Nederland. dat de Nederlandse vrouw bijvoorbeeld. de voorkeur heeft voor deeltijdwerk. Dat is dus. ze is dus maar niet uh, volle bak aan het werk te krijgen. Maar dat heeft ook vaker te maken dat ze. Niet alleen dat um, uh, er is het de mislukte emancipatie. maar ook zelf ook heel sterke neiging heeft om dat huishouden wel in haar macht ook, uh, 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 te houden. Um, uh, Daar kunnen, kunnen we het ook uitvoerig over hebben. Want je ziet zelfs bij vrouwen die, die, uh, die, die niet een uh, uh, gezin hebben. of alleenstand zijn, dat, ze, dat ook die eigenlijk uh, de voorkeur geven aan deeltijd uh, werk. Dus er is een soort andere oriëntatie dan puur, uh, uh, laten we zeggen, het, uh, de, de, de maatschappelijke activiteit. Wat vind jij ervan, Jan? Ja, hele mooie duiding. Hè? Klopt ook. Ja, het is, het is in die zin een veelzijdig uh, verschijnsel. Nou, je ziet ook op Instagram. Ik heb ook al best veel van de huidige generatie... Uh, via Instagram bijvoorbeeld dan uh, geïnterviewd. En uh, bij de self-love show. Wat bedoel je met de huidige generatie? Nou, dus die, die net... De jongere vrouwen. Oh ja? Yeah. Ik ben... Je bent ja, ook kind... jong, maar nog heb jong. een rijpe vrouw. Ja. Ik heb een kind van 25, ja. dus uh, dat is anders. Maar die, dus, zeg maar, hoe dat zij het nu zien. En Duitse Kroes is er bijvoorbeeld ook echt een, een representant van. Maar zo zijn er meer die, dus inderdaad, heel erg dat terug naar de natuur geloven ja. in eigen lichaam, in ja. eigen kracht. Ja. Mijn generatie was daar wel wat opstandiger over, zeg maar. Ja. Uh, maar er is dus nu ook weer zo'n hele stroming. Maar Nederland heel sterk. We, we zagen het ook tijdens corona. Moederhart. Ja, moederhart ook. Dat waren oh, een beetje. Dat ook weer zo'n. Zo uh, uh, los waar je wel van vindt. Maar is het is nee, dus, denk ik toe, een, uh, wel eigenlijk. Nee, nee maar zeker. Maar dat, dat heeft wel te maken met, met een bepaald type vrouwelijkheid in, in Nederland. Dat is, uh, en ja. ik herken het ook, hè, want ook in mijn eigen bedrijf, ook al hebben ze er nog geen gezin, die oriëntatie van vier dagen. Ja, uh, dat is. Uh... Ja, leuke dingen doen, maar ook thuis, thuis belangrijke thuisbasis. Je ja. dat is. Uh... En, je hebt je het al over, je hebt bijvoorbeeld al over die mobilisering. Maar uh, je ziet juist in Nederland dat uh, ook, ook, ook de deze dagen. dat uh, heel veel mensen juist uh, gewoon blijven wonen op de plek waar ze zijn geboren, of in de, of in de provincie. Of in de... Dus die, die mobiliteit is eigenlijk afgenomen de, de afgelopen uh, decennia. Huh? Dus, dus, dus de, de geografische mobiliteit. Huh? Nou, het zou best kunnen. Nou, ja, jij bent een jong vader, dus jij zit hier... Uh... Het, past, ja. past, het, past natuurlijk bij, het past natuurlijk bij mobiliteit. Dat je, dus, je gaat je mobiliteit nu in de telefoon zoeken. Ja. ja dus je kan gewoon op ja. je plek blijven. je plek blijven. Ja. Dus het hoeft elkaar niet helemaal tegen te spreken. Ja, ik als jonge vader, ja, nou, ik, ik ah, ja. dubbel in, hoor. Ik doe ook wel wat modernere dingen, dus ik ben niet echt zo'n oervader. Maar in, in de, inderdaad, ik, ik stap de aantrekkelijkheid daar wel van, Ja, ja. ja. Een man vijf dagen een week werken of meer en vrouw helemaal thuis. Ik zie wel uh, mensen op schoolplein dat model weer terug uh, instappen. Nou, inderdaad. Dus dat model is in één keer. En dat is voor mij als feminist wel een beetje van wat? Ja. Maar dat is weer. Nou, zelf vinden ze het zelf wel. Ja, maar de andere is ja, een Bewuste keuze. Kijk, kinderen niet uitbesteden aan ja, de persoon. Maar ook dat is weer, een, vind ik, een heel eenzijdig discours. Uh, uh, als ik gewoon kijk uh, zeg maar naar mijn eigen uh, achtergrond: uh, opa, oma, uh, meer platteland, mijn eigen moeder. Ja, die vrouwen waren allemaal vrij krachtig. En uh, over het algemeen uh, was die man, die zat gewoon. Uh, in, in, in veel gevallen, uh, toch gewoon uh, onder de pantoffel. Dat is. Uh, biecht, ik weet niet hoe het bij Jelle is, maar, uh, maar, <laughs> ja. maar, maar, maar. Maar die. er zijn gewoon wel vrouwen die. Uh, die, die ook wel stevig uh, waren. En wat heeft dat. waarom zet jij misschien... dit in? Nou ja, dat betekent dus, dus als je het hebt over werken. en emancipatie. ze dus, dus voelden zich daar ook wel lekker. als, als een soort matrones. Ja. Dus maar dit, dit, is een, dit, niet, dit is een interessant verschijnsel hoor. Je hebt natuurlijk die discussie over, de, over het glazen plafond en macht gedefinieerd vanuit het publiek. publiek maar, ja, bij de mannen, bij, maar thuis, ik denk zelfs ook de bij migrantengemeenschappen. In, in je eigen. Ja, 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 ja. De, de, de biquine. Ja. Ja, dat is een, dat is een, dat is een ander soort uh, uh, rijk zou je kunnen zeggen. Waar ja. een waar de man luistert en de man ook niet veel hoeft te zijn. Is dit, een, is dit een conservatief standpunt of is het? Nee, deze ja. observatie. Ja, maar gewoon even in nieuwsgieren. Dus leeft dit. In welke gemeenschap leeft dit? Of is dit. Ik denk dat ook progressieve mannen dit herkennen van hun vrouw. Ik denk niet dat dit, ik denk dat dit wat dieper gaat dan. Uh, of je nou links of rechts bent. Ja. Ja. Een soort, soort, soort nieuw. Of ook niks. Er is niks nieuws. De vrouw heeft gewoon best is wel mee. oud. We hebben in die zin is ook oud. een materiële lijn in ja, ja. ja. Vrouw die het gevoel heeft. Vrij sterke vrouwelijke lijn ook. Ja. Of hebben we wat? van de, de vrouw kopen. Dat is ook meer. Dus die heeft ook sowieso al. De, de, de man schikt zich, moet bedanken voor het eten. Complimenteren voor het ja, eten. Graag. Ja, nee, maar dat, is, dat past er ook allemaal bij. Dus die macht is niet alleen maar. Uh, het, is, het is een gezag. Ik bedoel, er wordt wat geleverd. Het is dus gelegitimeerde macht. Maar ze heeft ook wel wat. Over de tuin en de kinderen. Wat, is, wat gebeurt er ook dat, ook dat huis moet je allemaal een beetje relativeren. Ik heb hier jaren geleden het gesprek gehad uh, over de, dat boek De Ballen van de Koopman. Over uh, eigenlijk de hele uh, de rol van de vrouw ook door de eeuwen heen in Nederland. En ook hoe van het buitenland eigenlijk naar de Nederlandse en naar de Nederlandse man werd uh, gekeken. Ja, dus het, dus die, die dominantie van die vrouwen in de Nederlandse cultuur dat is echt al. Uh, gaat, gaat, dat gaat, gaat, ver gaat ver terug. En in, de in Nederland zeven, is dat ook zo. In, in de 17e eeuw was dat ook. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de vergunningen voor uh, markten, ze dus kooplieden. Dus een merendeel vrouw. Dus die hadden gewoon hun eigen vergunning op de markt. En, uh, dus die, die waren ook allemaal economisch actief. Dus dat is dat hele beeld van vrouwen zaten vroeger thuis. En dat is op een bepaalde periode geweest ook. Het uh, ideaal van de rijke burgerij, om je vrouw vrij te stellen voor arbeid. He, dat was. Uh, uh, en laten we en, 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 niet vergeten, ze zat natuurlijk in bepaalde opzichten wel onder de knoet. de politieke rechten, maar dan hadden mannen ook alleen maar bepaalde elites. En, en we hebben toch ook al heel lang uh, in Europa, Noordwest-Europa, ook in Nederland, ook die, die, die invloed van die vrouwen uh, ook wel gezien uh, in, binnen de, de adel, uh, ook de koninginnen, uh, dat soort. Dus het is niet zo dat, het, dat die vrouw helemaal uh, geen Maar natuurlijk was ze op een aantal domeinen, publieke domeinen vooral, uh, uh, moest ze een, een, een ondergeschikte rol uh, spelen. Niet, niet, niet overal dus. Ik noemde al het Koningshuis. Uh, maar, maar in heel veel domeinen natuurlijk wel. Dus uh, beroep was ze van uitgesloten was. Uh. Hmm. Maar, maar dat, dat, hoe je dan thuis er dan toe, hoe uh, je toe gehaald, is natuurlijk een heel ander verhaal. Ja. Het geeft wel te denken, bijvoorbeeld over wat thuiswerken is. Dus als het inderdaad klopt, dat je daarmee echt in een heel andere sfeer komt. En dan al die mannen die thuiswerken, dan verandert wel iets. De sfeer, oh. dus dat verandert de sfeer thuis. Ja, omdat je dan toch in, de, in het imperium, meer het vrouwelijke gezinsimperium terechtkomt. En dat ja. de werkgevers wel je naar je werk proberen te krijgen om iets, ja, om dat los te laten. Nou ja, ik bedoel, dat is echt, dat is echt best een moeilijke squeeze. Ik heb in mijn bedrijf hebben we net een tevredenheidsonderzoek gedaan. Nou, gelukkig uh, hadden we een heel hoog schrijver. Maar dan ook was de vraag, hoe bevalt thuiswerken? Nou ja, 93 uh, zo van, nou ja, een team zeg maar. Ja. Dus um, daar zit ook iets, wat je volgens mij bijna niet meer terugkrijgt, maar om een cultuur te krijgen. Op een, een plek. Op een ja. plek. Ja, uh, dat is op, heel belangrijk. Een team, uh, dat een team een bepaald soort ja, cultuur, ja. en dat er juist in die... Informaliteit ontstaat er ook creativiteit. Want ja. anders is het alleen toch heel snel afvinken van ja, je, je lijf. Van je, van je nou, maar... Die dynamieken ja. met elkaar ontstaan natuurlijk toch ook nieuwe ideeën en gedachtes. En dat, dat is best een. Nou, ja, ik durf wel te zeggen dat er echt een heel andere vorm van concentratie be bestaat op je werk. Dus dat in beter altijd uh, heb je altijd de mogelijkheid dat je weer in het familieleven wordt gezogen. Maar dat redener ik even vanuit kinderen hebben. En ik, ja, ik heb het helemaal niet. Dus uh, we zelfs toen ik kinderen had uh, of uh, Ja, ik heb natuurlijk al, die heb ik nog steeds, maar uh, nee, ik kan me al wel altijd thuis gewoon beter uh, concentreren. Dus ik, uh, ik heb een echte voorkeur ook. Maar ik herken wel wat je zegt. En uh, nou ja, nu, nu, nu is dit... Uh... Ja, maar het is een nieuwe werkelijkheid in ieder ja. geval. Dus ja. dat... Maar je maar... doet er wel meer dingen aan. Ik vind het wel goed om even te zeggen nu op camera, voor werkgevers ook. Kijk, je ziet dat heel veel mensen in anonieme plekken moeten opereren op hun werk. Kom je op je werk, heb je een flexwerkplek. Zitten we heel andere mensen, moet je weer op een, een nieuwe computer inloggen. De vertrouwdheid, zeg maar, van vroeger. Ja. Het kneuterige debiteuren, crediteuren met de foto van je dochter... Ja, dat was ook misschien belachelijk. Tuurk, nee, ja, ja. Maar nu is het geanonimiseerd en dat is, wel, dat is wel, echt belangrijk. Ja. Dat je dan, daar moet je dan. Da, maar da, is dus maar da, dat kwam, daar krijg ik geen energie van. Eens, maar bij mij kwam het echt vanuit de wens van de mensen nee, om thuis te werken. Ja. Maar flexplek ja, 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 al. Al flexplek. Flexplek. Ik ben er helemaal voor gaan liggen van wat jij zegt. Dus ik zei, je wilt toch gewoon. Ik ben. Ja, ah ja, dacht ik, ben ja. ik nou zo truttig en ouderwets... en begrijp ik jongeren? Maar wilde per se een flexplek. Nou. Ik vind het gewoon zo onrustig. Ja. Dan zit je daar, dan zit je daar. Ik ook. Ik vind het ook onrustig. En, en een van de tussenvormen is natuurlijk, dat zie je wel bij wat uh, techbedrijven, dat je het in ieder geval aantrekkelijker maakt. Bijvoorbeeld hele goede serveren of uh, uh, concentratieruimtes. Maar in ieder geval op hogescholen en universiteiten valt dat erg tegen. Dat zijn gewoon. Uh, Kolos, alles, alles wat er goed aan is, uh, nee. dat heb ik ook wel eens besproken hier. Maar de, de zijn ook, ik bedoel, ja, het is een van de weinige plekken waar je uh, uh, kan, kan werken en bezig kunt zijn met vaal, nee. met verdieping. Dus daar, de, ja, daarom ben ik heel blij dat het bestaat. Maar ik ben niet blij met die kille omgevingen. Nee, nou, nee. En, waar je je ook niet kan terugtrekken. Maar dat is, dat is denk ik ook uh, cruciaal. Uh, daar moeten we de komende jaren bij de Nieuwe Wereld denk ik ook uh, om, op regelmaat, uh, of met regelmaat aandacht aan besteden. Ja, hoezeer eigenlijk allemaal dit soort veranderingen hun weerslag hebben op um, uh, ja, de psychische gezondheid van mensen, hoe ze zich voelen, eh, waar, ze, uh, waar ze zich prettig voelen, uh, waar, waar spanning ontstaat of overspanning. Het heeft natuurlijk heel veel te maken met. Ja, ik heb uh, rond mijn proefschrift de term etologie geïntroduceerd. Hè, maar dat is eigenlijk een samengaan van houding, uh, eh, gewoontes en woonplaats, habitus en habitat. En de, die, die wisselwerking. En ik denk dat. Tot, Enorm onderschat wordt uh, wat voor weerslag die, die veranderingen in die habitat uh, hebben op, op hoe wij ons voelen. En dus dit, dit is, dit is zo'n voorbeeld. En dan denk ik, oh vooruitgang handig. Maar wat het met je doet, ja, daar, daar heb je geen oog voor. En, dat is, um, dat is, uh, en daar komen de meeste denk ik, uh, gekke uh, verschijnselen. Die, die, die hebben dus eigenlijk die grote bredere culturele uh, achtergrond waar we vaak geen oog voor, uh, voor hebben. En ik, ik, ik thematiseer dat we bijvoorbeeld ook naar aanleiding van woke. Van nou, waar kan dat, en, hè, waar kan dat nou mee, mee samenhangen? Waarom komt dit op en waarom wordt het zo sterk? En, dat, en, en, en zo zie je bijvoorbeeld ook in een onderzoek naar, naar, naar bijvoorbeeld de verschillen tussen man en vrouw in, in, in de noordelijke landen. Hè, dat die, persoonlijkheids, uh, dat die eigenlijk persoonlijkheidsstructuur de afgelopen decennia. Um, uh, uh, eigenlijk, uh, ze zijn, ze zijn uh, uit elkaar ontgroeien. Dus het is dus mannen en vrouwen. En uh, je kan dat bijna ook nog fysiek zien, mannen weer met baarden en uh, vrouwen hebben me opgemaakt en, and, and, en vrouwelijkheid benadrukken. Maar een van de verklaringen die, 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 uh, die worden gegeven uh, is ook dat. Uh, het is zelfs sterker dan in zuidelijke landen. Dat in zuidelijke landen man en vrouw eigenlijk dichter bij. Eh, vond ik een verbazingwekkende uh, uh, conclusie. Ik dacht, van, hé, hoe kan dat nou? Maar dat, dat heeft onder andere mee te maken dat wij alles gelijk maken. En uh, allerlei omstandigheden, werkomstandigheden. Over, man en vrouw moeten overal hetzelfde zijn. En dat dat bij die vrouwen uh, er over het algemeen uh, tot, tot grotere spanning leidt. Dus vrouwen eigenlijk meer neurotische trekken ontwikkelen. In, in die gelijkmaken, eigenlijk. Een soort van, uh, dat de man daar anders op reageert dan, dan de vrouw. En, en dat je eigenlijk verschillende omgevingen zou moeten hebben. En we hadden het net over zo, bijvoorbeeld de huiselijkheid. Hè? En dat, dat is ook een soort basis waar je in kan rusten. En, 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 en juist op het moment dat dat soort uh, uh, dingen wegvallen en we allemaal meer als atomen gaan leven, zie je dat mannen daar echt anders op reageren dan vrouwen. En, en, en dus dat er, de dat er, dat er verschillende. Uh, dat de persoonlijkheden eigenlijk wat aan elkaar groeien. Het is echt nou, fascinerend. Ja, misschien om het onderzoek. iets meer. Want jij zegt vrij abstract, maar als ik dat een beetje. Nou ja, ja, nou ja. ja. Dat ja, is even een korte samenvatting. Ja, ja maar als ja. het dan ja. van mezelf en wat ik zie ook in mijn eigen bedrijf. En sowieso is mijn onderwerp natuurlijk de vrouw. Uh, ja, wij zijn gewoon heel sfeergevoelig. Als ik dat, ja. dat. Wij zijn heel sfeergevoelig. Dus dat. Dat, uh, ja, dat heb ik ook. Ik, ja, maar ja. Ik, ik zie. In, ja. in de dat is mijn inborst. In ja, want in zijn algemeen. Ja. Ja, mannen uh, de, in de mannen, mannen die ja. bij mij werken. Ja. Al zou er een bom ontploft zijn, ik denk dat ze het niet eens zien. Ja. Als het licht niet, niet doet, ze zien het gewoon niet. Ja. Uh, ja. Ik, ze zien, ik, ik zie zij elimineren. is dus ook sensitiever. Dus ja, ze elimineren sens dat allemaal ja. en zij blijven gewoon op, op het doel, zeg maar. Weet je al? Ja. oog op het om de bal. En, en, en vrouwen zijn daar gewoon veel meer door ja, uh, disturbed, inclusief ikzelf. Comfortly numb, de man. Maar dat vind ik nooit te spreken. Comfortly numb. Ja. Dus dat, dat, dat herken ik dus. En, dus dat, heel da, erg. en dat die, die vrouw daar de dus zaak ook die neurotische, als je dan die sensitiviteit hebt, dan je dat je natuurlijk ook qua persoonlijkheid gewoon gespannen oh. raakt. Ja, nou ja, dit is Ik denk, nee zeker, het hangt natuurlijk samen met. Met, met uh, dat de vrouw sowieso sferischer is ingesteld. Ja. Ook, ja. ook bij ons. Is... Ja, intern nu. Ja. Bijvoorbeeld ook. Uh, uh, ja, vrouwen. Daar huilen gewoon meer in mijn, in mijn bedrijf. Maar bij... meer, dan, meer dan mannen. Ja, alles ja, dat... zie ik nooit huilen. Nee. Maar een man labelt dat dus als zwak. Ja. Terwijl wij als vrouwen in onze community. Ja. vinden wij dat juist kracht. B bij in jouw bedrijf? In mijn bedrijf. Oké. Ja. Okay. ja. Nou ja, maar dus wij zien ja. dat dan van. Ja. Nou goed dat je dat aangeeft. Weet je wel. je bent dus disturbed. Of ja. zoals jij dat dan dus aangeeft, nou. eh, hoe noem je dat? Neurotisch. Ja. Maar dat moet er dus even uit. En daarna kunnen we het oplossen. En dan ja, nee, ze heel deel... En ik zie ook dat ja. ze daarna groeien, 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 groeien. Ja. Maar dat moet er wel uit. Ja, dus dat is denk ik ook die toename van burn-out-verschijnselen. die we nu ook vaak bij jonge meiden nu tegenkomen. Ja, dat is wel heel heftig. Dat... Je moet het adresseren. Ja. Nou, nee, daarom. Ik denk dat we, we moeten het er echt ook wel over hebben met elkaar en ook juist die verschillen ook onderkennen. weet je wel? Ja. Dat is uh, in plaats van ze, uh, want het wordt, het, is het, 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 het feitelijke verschil wordt alleen maar groter. Ja, ja en maar ook breng dan toch ook maar even in, omdat we hadden toevallig uh, Kaat Bolle uh, vorige week uh, mm. in mijn bedrijf, seksuoloog uit België. Dus ik doe ook altijd om de zoveel ja. weken een, een krachtige vrouwelijke persoonlijkheid die mijn vrouwen lekker inspireert, Nou, dus we hadden het over orgasme, schaamhaar, et cetera. Dus dat ging, dat ging lekker, lekker tekeer. Maar uh, nou, ik heb heel veel twintigers. En die kwamen zeg maar ook helemaal van los in gesprek van... Omdat al bij heel veel met alleen maar vrouwen... dan durven ze zich ja, sexier te kleden, meer open. Ja. Uh, en dan voelen ze zich goed bij... Maar dat, de, zeg maar, dat er, wanneer gaat, slaat die balans op. Dat ze dat dus niet meer durven. En dan hogere jurken aandoen, platte schoenen. Yeah. Uh, maar dat ze dat eigenlijk juist willen in die beslotenheid van die vrouwen. Ja, dat was toch vroeger ook al een heel ja. orgiastische rite. Dan gingen die vrouwen naakt in het veld rennen. Ja, maar dat bij moslims ook... zie je dat natuurlijk ook en... heel veel. In heel veel culturen zie je dat. Die party, zeg maar, alleen van vrouwen. Ja. En dat ze dan ja. helemaal losgaan. Ja, ja. Ja, dan, dan kunnen er ook krachten worden ontketend, dat was bij die oude Grieken al bekend. Hè? Dan waren ze in staat om een, een, een bok uh, te verscheuren en levend uh, rauw op te eten. Nou, maar die energie komt soms vrij, dat zie ik. Ja. ja. <laughs> ja. Ja ja ja, 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 ja. Maar dat oh. mij fascineert dat ik dat nu ook weer bij die 20 opnieuw ja. zie gebeuren. Ja. ja, en ik denk, dus de, 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 dat type energie kan zich natuurlijk ook op heel andere manieren manifesteren. En dan, uh, uh, dan kan het bijvoorbeeld heel giftig en gemeen worden, weet je wel. Oh, er zijn ook frustraties die. Uh, en, en die nou, het kan. Dan zit het de andere kant. Op, het nee. kan tegen de mannen keren dan. Het kan dan zich maar. ook Tegen de mannen keren, ja. Oh. ja we willen maar wat, wat jij zegt, jullie. Nou man, mannen... hij oh, een beetje. <laughs> ja, 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 ik zie die zoals exen op het veld heen rennen. Nou, met met ja. jaloezie hoor ik er wel aan, want uh, mannen hebben dat minder denk ik tegenwoordig. Vroeger had je een voetbalclub en uh, nou, dat mannen dat mannen zich zo organiseren zo op die manier. Dat je op je werk alle mannen bij elkaar... en dan die lekker man voelen... dat bestaat helemaal niet op die manier bij mannen. Nou, dat, dat is weer helemaal uh, aan het terugkomen, hoor. We moeten even, even water nodig uh, ja. uh, uh, <laughs> Nou, dat <laughs> doen we wel denken aan Robert, Robert Bly... die we een keer afgebroken hebben. En de mannenbeweging. Ja, nou, de misschien zijn... moeten we dat een keer gaan oh, bekeken. nieuwe barbecue, uh, vlees ja. eten... Uh, ja. naar de voetbal gaan met elkaar. Oh, nee, dat is We ja. eindelijk ja. veel van dat soort bier drinken. Nou, mannen hebben vriendengroepen. Ja, ja dat is een Ja, die uur. leesgroep Tuurlijk. Ja, en als... In het café zitten allemaal mannen. Ja, en ja. een ja, ja, bier drinken. He. Ja, ik bedoel, ik, dat is maar... Zeg... We hebben nog wat. Dat is ja, nog nee, ook die, uh... nee, maar dat zie je dus, zeg maar, na uh, werktijd. Ga, dan, dan blijven mannen gewoon meestal wat langer hangen. En dan ontstaat daar iets. Vrouwen zijn allemaal weg. Boem, weg. Dus, dus dat is echt, nee, want dan naar het huis. Ja, dan komt dat huis dus weer. Hè. Ja. Dat is... Dan naar dat huis. En dan die mannen, die. Die, die call cool is er niet, zeg maar. Ja. En die blijven dan. En daar werden natuurlijk ook traditioneel altijd uiteindelijk vaak de beslissingen genomen. Weet je en van, en nog eens wat, wat maar tijd. Nog, toch nog even wat verder op die, die verhouding tussen man en vrouw. We of moeten we nog zetten. naar de onderwerpen Ja, maar ja, toch heel even <laughs> kort. Want je zou toch ook zeggen dat de vrouw juist zich op opmaakt en verfraait en speelt met, met de man in haar kleding. Daar ja, grappig is dat. ze suggereerde dus net heel sterk: ja. van dat je dat uh, als vrouw onderling voel je, je veilig en ga je dat meer, meer doen? Fascineert. Maar ik zou juist zeggen van het zijn allemaal manieren om met mannen ja, te ja, communiceren. Dat, dat denken jullie. Ja. Ja, maar, ja, ja. Er is ook nog wel een deel in mij die, die, die dat denkt. Ja. Maar ik heb nu dus 30 ik... jaar mijn bedrijf en ik zie dat iedere keer gebeuren, eigenlijk als die man wegvalt. Ja, maar weet je wat het is? Uh, Doch, maar... Dan zie ik juist die vrouw, ja. hakkers, jarel, ja. sexy. Ja, maar weet je wat het is, uh, Marlies? Het, uh, ik, ik, ik ga dat de verklaring. <laughs> Eindelijk. gesnapt, ik Eindelijk. denk. Terug over de charretels. Ja, nee, maar dat is. Um, je, je had het zo even over sfeer. En um, kijk, je hebt, je, sfeer is een meer receptieve. Uh, 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 je zou kunnen zeggen. Uh, categorie. Je, je voelt de sfeer. En dat is. Uh, dames en vrouwen ook uh, zo goed in het, uh, in het inschatten soms. van wat er in een. Wat er onderhuid speelt. Het waren vroeger ook hè, de, de waarzegsters, de, de, de zieneressen, de Cassandra's. Allemaal die, dus ook de sfeer van de tijd kunnen, kunnen aanvoelen en daarop resoneren. En dat betekent eigenlijk dat in jouw wezen al iets boven individueels zit, iets collectiefs, iets, iets van de stromen, de bestaande stromen die door je heen uh, trekken. En ik denk dat, um, kijk, wanneer jij, uh, uh, dus met die vrouwen bij elkaar. Je ziet ook als je vrouwen bij elkaar stopt in het leger, die gaan allemaal op hetzelfde moment menstrueren. Dat, 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 ja, dat is ook ja. iets heel veel. Ja. Dus wat Sprengler noemt, het, het, uh, het takt, gemeenschappelijk takt. Dus je komt dus een soort gemeenschappelijk ritme. Zie de zorg dan wel dat je bij die groep hoort, want anders stoten ze je. Ja. En dat is ook die. die, die, die dus dan kunnen we, uh, vriendinnen. Kunnen, ook, ook uh, laat me zeggen, vreemde meiden, ook echt genadeloos uit zo'n groep uh, uh, stoten. Ik heb het op, trouwens op, op mijn werk ook, ook een keer gezien met vrouwen. Maar dat collectieve, dat is dus ook een soort, een soort kracht, weet je wel, die, uh, die je hebt met elkaar. Dus dat was net als die, die, uh, die, die, die meniade, die, né, die achter Dionysos uh, aan, uh, aanrende. En <clears throat> als, als je dus uh, met, met elkaar zo'n soort sfeer creëert, dan, dan ga je gewoon. Dan gaan ze, dan, ja, dat doet iedereen al. Maar dan ga je dus heel makkelijk mee. Terwijl als je in je eentje. Hè, uh, meer dus dus uh, uh, eigenlijk dat moet gaan. Uh, uh, manifesteren in de slaapkamer. Met je Zaratels. Ja, dus, zie je het maar. Te doen in je eentje. Ten opzichte van die man. En de, nou, sommige vrouwen kunnen dat. En mijn heleboel denk je, ja, dat vind ik een beetje eng. Nou, en Terwijl ze als ze in de groep zitten, is het veel meer. Ja, of in de sfeer. Want ik zie dat dus, zeg maar, ook bij mij in mijn winkels, die ik dan dus ook heel sferisch heb gemaakt. Hè. Dus dat ja. daar, daar, daar. En dan is het 9 van de 10. En ik weet zeker dat ze dat ze van tevoren dachten. Dat ga ik nooit doen. Want al heel roodrempelig zo'n winkel binnen te gaan. Je uit te kleden achter dat gordijn. Dat aan te doen. En bijna allemaal doen ze dan het gordijn open en gaan dan de openbare ruimte in, Namelijk de winkel, en gaan daar toch een soort lekker op. Ja. Dus, dus dan is er die sfeer die ze een soort roept. Ja, ja maar dat is weer die sfeer. Dat is weer die sfeer. Ja. Dat is weer die sfeer. Ja. Maar dan moet, dan moet je het dus zelf. Ja, en dat is natuurlijk ook voor een deel cultiveren, zelfvertrouwen krijgen. En uh, het is ook als een dans. Hè. Je moet het zelf ook, ook kunnen dragen. En, dat moet ook een beetje dus cultuur zijn. En op het moment dat dat niet echt cultuur is, ook in een relatie, Ja dan moet dat dus wel samen worden uh, vormgegeven. Ja, muziek, het licht. Ja. Hè, dus volgens mij ook licht in de paskamer, super belangrijk, niet te fel. Weet je, wat voor muziek, wat voor kleur zie ik? Uh, weet je, dus het is dus heel die sfeer die bepaalt of je in die. Als vrouw in die ruimte durft ja, te stappen. Nou, dat is, dat is inderdaad dat aspect. Dat is dat aspect. En, en, maar we hebben het natuurlijk ook met uitnodigingen. Dat, je merkt dat verschil tussen als je vrouwen uitnodigt en mannen. Hè, dat vrouwen over het algemeen eigenlijk, eigenlijk ja, iets neurotischer reageren. Van oh, wat voor vragen komen er dan? En, 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 nou, misschien dat er minder waren. Want zo'n gezagscrisis of zo. We moeten misschien bij de volgende uitnodiging daar ook nog een beetje pletten. Ja. Ja. Dat, uh, maar het zijn geweldige wezens, hoor. Uh, dat gaat het niet om. Hè? Dus, maar dus, volgens mij ja. is dit allemaal positief, toch? Wat we zeggen. Ah nee, ah nee, zo zie ik het ook. Want nee, het is ook wel die kwaliteit. Juist omdat dat, dat, met, met dat tact. Dus, dus veel meer te voelen wat er speelt. En, en dat maakt ze ook vaak ook uh, ja, gewoon in, emotioneel uh, intelligenter. En, en uh, ook, ff, ja, ook soms slimmer of sluwer. Maar, maar, maar ook echt wel. Uh, ja, iets wat een man uh, uh, nogal tekort komt. Ja, maar ook dus dat die man soms kan misschien kan denken van of het verkeerd interpreteert. Want zoals jij bijvoorbeeld dacht, ook een deel in mij ook nog wel van. Dat doet ze toch voor mij? Ja, nou, ik denk ook dat uh, ja, in mijn geval. Uh, doet ze dat ook? Ja, Ik ga erover nadenken, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. Want ik, we gaan mij nog wel eens een keer in één. Ja, één... Nee, maar ja. er is, een, nee, maar is, is wel... een ander effect ook van ja. dat je mee, de, de zo blij, blij kunt zijn dat je, dat je dus ook zo kunt zijn, maar dat, dat die stap alleen, dat dat moeilijker is. Oh, ik doe de, do me denken aan meer moderne rituelen. We zitten natuurlijk in een, een ja. postchristelijke -christel, tijd en veel vrouwen, of ik ken vrouwen die doen dan nieuwe rituelen, maandcirkels of yoga ja, groepjes ja. die dan Yoga Plus zijn. Laat maar zeggen. En dat is dan uh, dat uh, door veel vrouwen en dat heeft iets. Dat krijgt echt religieuze trekjes. Daar doet het aan denken met rituelen en zo. En dat lukt natuurlijk in, met elkaar veel beter dan alleen. Dat zie ik ook wel. Ja, ja, ja. ja dan kom je in hogere sferen, Dan durf je meer aan. Dan ja, maar je dat... uitleggen en gesprekken voeren over intieme dingen. En dat heeft dat komt ook omdat je dat met elkaar. Ja, met elkaar. Kan doen. Als vrouwen of ja. hele mannelijke vrouwen of vrouwelijke mannen. Die kunnen daar ook bij. Maar als dat dan dus te mannelijke energie is, dan is het boem ja. weg. Ja, wij moeten onze eigen vriendengroepjes hebben en uh, ja, houtvuren. En, en Absoluut. Maar over die vrouwen, het is en wel, wel waar. Dan mogen de kijkers ook best beter. Het is toch park best moeilijk hoor, om vrouwen ook hier aan tafel te krijgen. Het is, ja. Mannen zeggen echt sneller ja. ja, ja. Ook als thema's het net niet liggen, dan zegt de man: Nou, dan kom ik ook ja. maar over praten. Ja. 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 de vrouw die gaat dan inderdaad terugmailen van: Ja, ja dus daar heb ik geen boek over geschreven of zo. Je hebt vijf boeken gegeven. Wat maakt nou uit dat je over. <laughs> Ja, nou ja. Je hebt om vrouwen die dat dan wel doen, en dat merk je inderdaad, dat het masculine kan, we gaan een naar onderwerp Ja. Je hebt genoeg, okay. genoeg van die vrouwen. Ja. <laughs> ja. <laughs> Terug naar de wereld. <laughs> Terug naar de wereld. Nou ja, wat, wat denk ik toch een, een heel belangrijk uh, ja, onderzoek wat naar buiten is gekomen: Deens onderzoek. Ja. Uh, die, uh, die heeft gezegd. Wij hebben geconstateerd dat er verschillende: ja, hij is al een tijdje op, krijg <coughs> geen water. Dat er verschillende soorten badges zijn. Ja, ik weet omdat wij ook tot ons nek toe in het onderwerp zaten. Ik heb dit al vlak na de vaccinatie. Ging dit al ja, rond, ja, maar, maar dat dus. was zwaar conspiracy ja. uh, dat dat. Zelfs ik heb daar geen uitzending over gemaakt ook. Ik kon daar verder ook niks over vinden dat dat zeg maar uh, onderbouwde. Je zag wel op social media al van ik heb deze badge en ik heb zoveel bijwerkingen. Dan zag je al mensen ja ik heb ook die badge en ik heb dus ook allemaal die bijwerkingen. Maar het was verder drijvend. En nu is er voor het eerst eens een onderzoek, Deens onderzoek, uh, ja, die dit gewoon nu op tafel uh, legt. Alle gevestigde... Medische tijdschriften hebben er niet aangewild. Ook vreemd. Ja. Um, maar Ad, misschien kan jij er uh, even. Ja, nee, het is een, is een onderzoek um, waar onder andere een, um, een de, vrouwelijke Deense arts, um, Veubeke Mannike. Ik weet niet of ik haar naam goed uh, uit, uh, uitspreek. En ze heeft het met twee andere collega's heeft dat gepubliceerd. We kunnen hieronder ook de link naar het uh, artikel zetten. Uh, ja. Er uh, is inderdaad aangeboden aan allerlei gerenommeerde uh, tijdschriften, uh, waaronder de, de Lancet. Uh, de Lancet heeft uh, na, al na uh, ik geloof 12 uur gereageerd, uh, dus überhaupt niet voor peer review uh, aangenomen. Uh, en normaal kijkt zeg maar, een uh, collega en, en, en dan krijg je commentaar. Maar die, in, dit, in dit geval heeft uh, bij, bij vier tijdschriften, ook een, uh, heel, het eigenlijk meest gerenommeerde Amerikaanse tijdschrift voor geneesmiddelen. Um, ja. Er werd allemaal afgewezen. Uh, American Journal, Madison, geloof ik, kunnen Engel, Engelse uh, Journal. Nou, en dan is er altijd de Lancet. Uh, nou, di en die hebben dus allemaal uh, uh, negatief gereageerd. En uh, het is, het is uh, een, een, een heel degelijk onderzoek, wat ik ervan kan zien ook. Uh, ja, en nu dus... een Kleiner heeft het wel geaccepteerd, dus ja. het is nu wel ja, peer-review. Ja, het, het is gewoon nu peer-review peer gepubliceerd. Dus uh, ja, dat volgens nog ook uh, lijkt er. Uh, ...weinig tegen te brengen. Um, nou, we kunnen het misschien ook even in beeld uh, hebben. Je ziet een, um, een, uh, een, 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 een grafiek waarin het aantal vaccinaties wordt afgezet... Uh, ...tegen uh, de, 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 uh, de bij-effecten, de neven-effecten. En um, uh, dat, dat kan variëren van uh, tot een, uh, een zware hoofdpijn... Uh, ...tot een uh, ja, met myocarditis en, en uh, wat er iets meer zijn. Doen. Ja, dus, dus het is echt het hele, hele spectrum. Het gaat puur over gemelde, dat is ook belangrijk. Gemelde neveneffecten. dan nou weten we ook dat die, uh, en dat heeft ook Sam Brokker regelmatig gezegd, dat is ook gewoon erkend in de, in de medische uh, literatuur, dat heel veel neveneffecten niet gemeld worden. Uh, omdat uh, ja, mensen die denken, ja, het zal wel. Uh, ja, of wat zij ook inbracht, dat je het pas een jaar later ja, hebt. Ja, dat dus is dus ja, Ik zal, me even, ik zal ja. hem even uh, opbouwen. Dus, dus wat je in ieder geval ziet in de, in de grafiek. Uh, is dat er um, uh, verschillende badges zijn onderscheiden? En dit is ook gewoon door de Deense toezichthouder. Er zijn wat data, die zijn er. Het heeft wel wat moeite gekost om ze, uh, om ze los te krijgen, maar die data zijn er. En waarbij je dus uh, aan de verschillende badges uh, uh, ja, de, de, de neveneffecten kunt ophangen. En dan zie je echt een dramatisch verschil. Dat is niet normaal. Uh, ik schrok er zelf ook van toen ik het voor het eerst zag. Um, en uh, ze laten een, uh, dus kun je in de tabel zien, ook de, uh, de, blauwe, uh, de, de blauwe lijn met uh, de, de meetstipjes, uh, laten een um, uh, percentage neveneffecten zien dat wel oploopt in de, de richting van de 10%. Hè? Dus dat is de, dus dat 1 op de 10 een, een serieus neveneffect heeft vastgesteld. Uh, en dan zie je een, een groene uh, lijn uh, die is getrokken, dus een andere batch. Uh, en die, uh, dat loopt ook nog op uh, naar een uh, 4%. Uh, dus dat is ook echt nog wel uh, substantieel. Uh, uh, substantieel. En, uh, en een gele vrijwel ve niets. Echt, echt niets eigenlijk. Maar, maar dat wordt en, ook gezien als placebo. Ja, dat, dat, dat is, dat is één, uh, inderdaad één verklaring die nu gegeven wordt. Het interessante is... Dat, en dat is ook wat die uh, Deense onderzoekster uh, duidelijk maakt. Dat die, dat die blauwe lijn betreft eigenlijk de, de allereerste lading uh, vaccins van Pfizer. Het gaat over Pfizer, hè? even voor de duidelijkheid. Tot eind april. Uh, of, ja, tot, of... tot, tot eind april. Dus dat is echt die. die is eigenlijk, nou zegt iedereen, al maar dat, dan, uh, dat, dat, hoorde, dat zag je ook op Twitter en, en internet. Oh ja, maar dat zijn allemaal de oude mensen. Nee, dat is niet zo. De eerste tranches zijn de, 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 uh, aan de medisch personeel uh, uitgeraakt. Omdat ze toen ook nog de claim hadden: het gaat de verspreiding tegen. Wat, wat niet eens was gemeten. Weet je nog? We hebben hier ook al gesprek, was was überhaupt niet vastgesteld. Maar dat was het argument. Dus de eerste tranche was eigenlijk aan medisch personeel. 20% uh, van hen was uh, boven de 70 jaar. Uh, terwijl bij die groene uh, is 27% uh, boven de 70. En die gele uh, ook iets. Dus Dus. De, 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 het opmerkelijk is dat juist die uh, eerste blauwe lijn... Hè, waar je bijna een, een, een 10% neveneffecten gehad... Uh, die, daar zie je uh, eigenlijk dat, uh, dat de, de, de ouderen ondervertegenwoordigd zijn. Dus dat is een, he, heel interessant. Wat blijkt nou? Dat is die eerste tranche. Dat is de eerste uh, tot en met uh, april. Daarna uh, zie je dus die groene lijn. Dus, dus, dus uh, is er iets gebeurd... Uh, in, het productieproces. in het productieproces, of in de in de toediening, of in. Uh, het was toen, eerst hadden ze het over die 70 graden onder nul, weet je nog? Waarin, uh, ja, de, de temperatuur. De temperatuur. Dat hebben, we, waarin, we daar in één keer ook niet meer nodig. Ja. Dus, dus wat je wat je ziet. Ja, ik ben nu even uh, gewoon maar de details. We moeten ook dan even filosofisch op reflecteren. Um, uh, um, uh, en de, de gele is weer later. Nou, uh, de. de, de, de de blauwe betreft eigenlijk ook de, de, de hele uh, ja, trage. Ja, die, die vergelijkbaar is met de, 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 de testresultaten. Dus de mate van uh, bescherming die het vaccin bood. Uh, dat weten we dus helemaal niet meer bij, bij die andere. Lichtere versies. Uh, dat zijn lichtere, of daar is iets mee gebeurd. Uh, daar, daar is in ieder geval een hele. En we weten niet wat er aan de hand is. En daarom wordt nu ook gezegd. Um, uh, tamelijk ironisch nu wij uh, geen corona-enquête hebben, maar er wordt nu gezegd: ja, uh, de toezichthouder wist dit. Dit is gewoon data die bekend waren. Um, Pfizer wist dit. Uh, als je als patiënt uh, kon kiezen, dan had je gezegd: Nou, geef mij maar die gele. <laughs> ik Groen, 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 groen uh, vind ik eigenlijk nog onverantwoord. En blauw wil ik haar helemaal niet hebben. Dus het hele principe van informed consent, dus dat je geïnformeerd toestemming moet geven. Er was dus informatie beschikbaar, maar die is niet publiekelijk gedeeld. Eh, 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 nog door de overheid, nog door uh, de, de, de fabrikant. En eh, nou ja, dat, de, 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 daar schort het al aan. Dus je wil van ja, er zijn data beschikbaar. Waarom is dat niet publiek gemaakt? Dat is het eerste. En het tweede is. Uh, ja, je wil een verklaring voor dit verschil. Wat is hier eigenlijk gebeurd? Eh, want als je het over 10% neuseffecten hebt en je ziet dat naar beneden gaan, uh, en, uh, maar uiteindelijk kom je, uh, kom je op nul. Uh, wat is er dan anders aan, aan, aan dat vaccin? Wat is er gebeurd? Is het vaccin veranderd? Uh, heb, heb je het inderdaad op een andere manier toegediend? Uh, ja, aan andere manier toegediend, dan moeten we misschien ook nog toelichten wat ze daarbij ja, zeggen. Is dat heet toch aspireren? Aspireren, ja. Dat is dat je die naald even teruglegt ja. of je echt wel in de bloedbaan ja. zit. Ja. ja dat, dat zou we verklaren, maar het is op dit moment volstrekt onduidelijk. Het kan ook dat er veel minder. Uh, werkzame stof in uh, zat, sommige, Min spreken, mRNA. Ja, sommige spreken zelfs over placebo's. Dus had het die, alleen maar een zoutoplossing? Uh, nou, maar een zoutoplossing zou zijn geweest. Nou, Voordat allemaal dit soort gekke verhalen eronder gaan doen... moet je het gewoon nog gaan onderzoeken en, en moet je openheid van zaken geven. Want die badges, ja, die zijn er. Dus je moet gewoon ook in je productieproces... en uh, moet je kunnen achterhalen uh, wat, wat er aan de er is. Even gewoon, wat ja. vind jij? Nou, ik vind het geweldig dat de wetenschapper dit uh, publiceert. Ja. Ja, nou, en, 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 en dat lukte dus in eerste instantie niet. Hè? Dat, dat is ook, dus, uh, we hebben natuurlijk met Dick Belly regelmatig dat gesprek gehad. En ook over hoe die farmaceutische industrie. Eh, wat ik uh, natuurlijk ook noemde over de kapitaalmacht met de expertmacht. Uh, dus ook in al dit soort organen uh, ah. uh, werkzaam is. Tot en met uh, de tijdschriften toe. Ja, dat, die, je, dat ondermijnt gewoon de legitimiteit van, van het gezag. En, en ook het uh, dus wetenschappelijk gezag. Dit is, ik vind dit echt gruwelijk. En dus dat, dat dit, deze cijfers bekend waren en dat dat dus niet wordt gedeeld. Dat is, ik vind dat echt ongelooflijk. Maar ook, kijk, nu wordt, hè, wordt weer opnieuw opgeroepen. Ja, uh, Ja, wat, oh, maar, het maar eerst openbaar gemaakt, is iets anders. Nee, 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 dat is dus de vaccinatie. De vaccinatie wordt weer opnieuw opgeroepen. Oh, ja, ja, ja. Ik zou wel willen weten welke dus, krijgt? Nou, precies. Krijg dus de, blauwe, de blauwe, de groene. Mijn de vader gelegen. valt daaronder. 10 procent. Ja. En dan denk ik, ja, uh, als die de blauwe krijgt, ga ik daar helemaal voor liggen. Ja. Ik wel, dus dat, dat, dus hoe, hoe, hoe weten we nou dat? zeg Maar ja, dat weet dus, je dus niet. En, en uh, zoals die jongen zegt, hey, je weet ook niet wat er in de frikandel zit. Dat zei hij daar straks. Dus daaruit, hè? die eet je toch ook gewoon. Ja, maar het is. Het, het, nee, maar op dat het, niveau het, het, zijn we dus uh, beland. Ja, hè? Dus, ja maar aan het alle kanten, he? dus dus bijwerkingen ja. van die, van die blauw is vreselijk. Maar, maar ook gewoon als je alleen maar een zoutoplossing... En hoeveel heeft dat ons gekost? Natuurlijk, alles erop en eraan. Dat is, dat is en, ook... En met alle maatregelen die zijn genomen. Ik en en bedoel, ja, uh, weet je, je wil niet uh, dat, dat het natuurlijk eindigt in een uh, totale samenzwering. Maar dit is niet goed. Nee. Dit is niet goed. Als, als je weet, tijdschriften die publiceren niet. Toezichthouders maken het niet openbaar. Uh, politiek uh, doet er niets mee. Uh, en, en er zijn dramatische cijfers. Ah, dat, is, dat, is gewoon niet, uh, dat is gewoon echt niet in orde. Dus, dus, uh, en, en, en dan besluit onze uh, Kamer uh, dat, dat men voorlopig maar even niet een enquête gaat doen. Ja, dat weet je. Uh, uh, Ik vind het zo ondermijnend voor het vertrouwen. Natuurlijk, dit is, dit is, dit is inderdaad een gedragscrisis. Nou, dat bleek ook wel. De vaccinatiebereidheid in de breedte is heel erg gedaald voor kinderen bijvoorbeeld. Kinderen voor vrouwen die smaken. zijn. Stel voor dat jouw kind die blauwe zou hebben gekregen. Ja, nee, maar ik bedoel nu de. Ja. Dus de, de andere vaccins. Dus je de, 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 hebt het over het vertrouwensverlies. En er zijn natuurlijk andere vaccinatieprogramma's die lopen. Mm. En daarin zakt nu ook de, de, de bereidheid. Ja, en dat heeft hiermee te maken. Dus dat is een directe uh, consequentie. Een andere is dat je inderdaad nu meer dan 100.000 mensen hebt. die uh, uh, echt radicaal wantrouwen. wat er in instituties zoals de RIVM gebeurt. Hè? Echt radicaal. Ook door de. Uh, Overheid verdient. Maar dat krijg je dus als je geen openheid aan ja. zaken hebt. Ja, en waarschijnlijk zijn er wel een miljoen mensen. die. Uh, die hier heel erg van schrikken. en ook zeg maar. eigenlijk uh, nou, op deze brede manier laten informeren. Dus dat wantrouwen is heel breed. Dat is, en dat is. is... Ja. Ondermijnt onder natuurlijk de. instituties. Ja, de wetenschap. Nou, dat wel helemaal, ja. De medische wetenschap, ja. Nou ja, als vier toptijdschriften dit doen. dat is zo uh, desastreus. Dat is echt uh, heel slecht. En. Uh, ja, maar het is dit, het, tijd voor een, uh, echt een hele fundamentele uh, analyse. En, en ook schoonmaken. Je moet dit, je moet dit als, als, als uh, wetenschappelijke gemeenschap, hè, maar ook als politieke gemeenschap, maar ook als institutionele gemeenschap. Je, je zult hier, we hebben het over zelfreinigend vermogen. Um, er eh, moet, moet schoon worden gemaakt. Dit, dit kan niet. Dit is absurd. Dit maar het is stopgezet, is de enquête. Dus... Ja, nee, dat, ja, maar daarom is het ook zo kwalijk. Dat een Kamer niet ziet hoe, hoe fundamenteel de vragen hier liggen. Dat je gewoon maar dwazen gewoon daarin meegaat. En, en niet bereid bent om gewoon kritisch na te denken over wat hebben we gedaan. Ja, we hebben het hier natuurlijk vaak genoeg erover gehad. Weet je? En, en, en op zijn minst gewoon zien van... Hey, maar wat, wat zijn nou de... De, de verschillende actoren daarin. En hoe, hoe werken die samen? Waar gaan we dan op af? Wat, wat, wat blijkt nu, weet je wel? En ja, het lijkt alsof mensen het niet willen weten. En dat is, ja, dat ga je natuurlijk wel... Uh, ja, maar dat is, dat is ook een bekend psychologisch mechanisme. Hè? Dat is behalve dat is niet gewoest ook in de Tweede Wereldoorlog. Dat is natuurlijk van een andere aard, kun je zeggen. En maar al de onwil om onder ogen te komen dat er iets wat jij doet, dat dat niet deugt. Dat het echt niet deugt. Echt, nou, ik hoef het niet te weten, weet je wel? Dan, eh, zoals, we kennen het spreekwoord toch, wat niet weet, wat niet deert. Dus dan wil je het ook niet weten. Weet niet weten. En dat is ouders onzin, dat is conspiracy, nee. van wappies. En dus je krijgt uh, de, de hele reflex, en waarin uh, we inderdaad, uh, we hebben het er ook eerder over gehad, uh, zelfs een uiting, zelfs dit zou, kan al door uh, Maarten Keulemans worden gezegd: oh, dat zijn die wappies van de nieuwe wereld. Weet je, ja, wappies van de nieuwe wereld. Ja, badges en flauwekul. En dan hoef je er niet eens meer in te verdiepen. Je hoeft het gesprek niet eens meer aan te gaan. En dat is het gevaar. Dus je moet, je moet gewoon die data serieus nemen. Ook zeggen ja, yeah, yeah, ik heb me vergist. Ik vind, wat dat betreft zo'n John Campbell, via hem ben ik ben via Hembak het ook op het spoor gekomen, vind ik echt een lichtend voorbeeld waarom. Er is iemand die, die volg ik al vele jaren, en die in het begin ook echt een, een land voor voor massavaccinatie. En die nu heeft gezegd: wat, wat is ons voorgespiegeld? En, en die, maar die leest gewoon zijn literatuur. En, 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 dan, en, en die bereidheid om in ieder geval gewoon uh, de, 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 het onderzoek serieus te nemen. En dan te zeggen. Ja, wacht even, dit, dit, uh, dit klopt inderdaad niet. Ja, die, die moet er zijn. En dat is een, dat is een wetenschappelijk pathos. Maar die, uh, in Amerika, de aankomende verkiezingen met Bobby Kennedy. daar is dit nu ook een groot speerpunt. Ook die andere vaccins. Hè? Want hij is ja. natuurlijk al, wordt al heel lang gevreemd als dat is die gek, die anti. Uh... Vaccins is. Ja. Uh, maar hij dat is zit heel goed in dat dossier. Ja. Uh, al heel lang. Hij kan ook heel goed uh, uh, de uh, literatuur uh, lezen. En ja, hij is daar toch wel iets aan het openvrikken zeg maar. Ook voor de andere vaccins. Uh, dat in die tijd dat ik nog vaccin is, dat de Quicking. Uh, weet je dat er toch allemaal, allemaal ook dingen in zitten waar we het toch met elkaar wel even over moeten hebben? Nou, well, hij wijst ook op in ieder geval die podcast met Lex Friedman en ook met uh, Jordan Peterson. Die kan ik uh, absoluut aanraden met Joe Rogan. Ja. Ook. Om, uh, die bedoel ik eigenlijk, ik weet niet of hij nou ook al bij Jordan Peterson is geweest. Maar hij zit, ja, ook met Jordan Peterson. In, in die, die YouTube-sfeer is hij nu aanwezig in ieder geval. Ik dacht dat in binnen de. Kijk, hij wil een democraat. Uh, oh, hij is een democraat, dus hij moet uitkomen voor de Democraten en dan moet hij dan nog wel in doorstoten. daar lijkt het volgens mij niet op, dus dat is een beetje ingewikkeld. maar uh, in uh, wat voor... moeten we nog maar zien? ja, je hebt er meer vertrouwen in. Ja? Dat moeten we nog maar zien, ja. ja. maar goed. nou, oh, ja, het is heel spannend. en in ieder geval het spannende uh, ook aan zijn analyse is dat hij ook heel erg juist die macht, machtsnetwerken en het onvermogen van politici om ja. te beoordelen wat medische kennis is. en dat hebben we, nou, Dick Bell, Jonah Walk hebben dat ook uh, op uh, de nacht uh, uh, van de nieuwe wereld nu in uh, in Rotterdam weer heel duidelijk gezegd... van ja wie in de Tweede Kamer is eigenlijk in staat... om een eenvoudig medisch uh, paper te lezen. Nou, uh, laat staan uh, de, de, daar kritiek op te hebben. Dus zo'n John Campbell luisteren op YouTube... is al een te grote kracht en spanning voor ze. Dus het niveau is er niet om te beoordelen wat er dan speelt. En vervolgens die medische industrie die uh, zegt ook... ja, maar wij hebben, wij hebben mensen die dat voor je doen. Ja, uh, nou, dat is toch ook wel... Wij we, we, we hebben experts, wij we hebben wetenschappers... en ze zitten vaak ook natuurlijk echt heel diep in de... Onderzoekssubsidie. enorme belangen. En die, en die belangen die zijn al lang vertaald in posities. Dus, de, de, dus ook binnen de universiteiten is er waarschijnlijk niet echt veel kracht om daar... Of animo. Ja, om daar iets uh, van onderzoek naar te gaan doen. Men denkt ook waarschijnlijk zo van... Ja, dat is ook een tak van wetenschap. Die zit zo dicht tegen beleid en, en economie aan. Daar ben ik niet echt geïnteresseerd in. Maar... Mm, mm. Maar dat is ook echt een architectonisch vraagstuk. Hè? Dus, dus uh, ja. Een woord dat ik gebruik in het boek ook uh, voor de, de verantwoordelijkheid van de politiek. En je kunt met elkaar gewoon beslissen uh, hoe je dit inricht. Ja. En je kunt zeggen van nou ja, die farmaceuten die, uh, die, um, uh, die, die, die sponsoren dus nu voor een deel dat onderzoek. Dus ja, dat doen we. Bij de ontwikkeling van ieder medicijn gaat zo, zoveel bedrag naar de, naar de overheid. Gewoon vaststellen, weet je wel. Van, Um, uh, uh, of je, je doet het via uh, een belastingconstructie uh, uh, of, of anderszins. Ze je zegt, oké, okay, maar die, die, zij betalen dus bijvoorbeeld ook voor een deel het euh, contra-onderzoek. Gewoon, uh, 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 als je het zegt, betaal je ook voor, voor, voor het contra-onderzoek. Ja, maar zij kunnen uh, natuurlijk zo goed inbrengen van, ja, dan gaan we niet dat geneesmiddel uh, überhaupt... Proberen om. Nou ja, maar, te te ik, nee, maar, maar dat, dat, is, dat is omdat de politici niet sterk, sterk nee, genoeg zijn. Nee, maar spreekt. we hebben te weinig ja, kapitaal. Dat is mensen ge op vlak. Ja. Ja. dat vlak gewoon dat ja, ja, ge mensen, dat laten zich, ja. mensen laten zich chanteren. Ik denk dat je als overheid ook gewoon veel meer actiever moet opzetten. We moeten opnieuw zien dat de verhouding tot kapitaal en tot techniek: dat dat een politiek vraagstuk is. En als ze dat niet doen. Hè, dan, dan zullen we alleen maar steeds verder uh, uit elkaar gedreven worden en, en, en in dit soort wantoestanden uh, uh, terechtkomen. Dit is een, kijk, dat, ik ben geen communist, hè, maar Marx begreep in ieder geval uh, de, dat de verhouding tot kapitaal dat dat een, een centrale politieke opdracht was. Nou, wij hebben dat de afgelopen decennia, zeker met de neoliberale, wat ze dan noemen neoliberale revolutie, maar het is ook een gek soort staatskapitalisme. Uh, maar we hebben dat hele, die hele invloed van het kapitaal hebben we echt, echt uh, uh, onderschat en, en, en we hebben zegeningen van markt en marktachtige constructies verwacht. Ja, we zitten nu met uh, gebakken peren. Uh, dat is die poreuze overheid waar ik het heb. Nou, het poreuze is dat je niet meer zelf gewoon uh, controle hebt over je medicijnen, maar dat daar externe partijen uh, scepters waaien en gewoon bepalen wat er wel en niet gepubliceerd wordt, wat er wel en niet onderzocht wordt. Ja, en dat is iets wat we gewoon niet uh, meer moeten, moeten willen. Je moet, en dat, is, dat is een politieke vraag. Dat is wat Kennedy natuurlijk terecht uh, adresseert. Maar dat moeten we hier ook. En in Europa gaat er ongelooflijk veel fout op dat gebied. Echt in Europa is de lobbymachine volop aanwezig. Ook in, in, in Brussel. In Nederland ook overigens. Maar we hebben dat echt uit, uit handen gegeven. En uh, dit, dit, is, dit is één zo'n onderdeel. Hè. Dat is, betreft natuurlijk veel meer terreinen. Maar dit is echt een onderdeel. En ik vind het heel pijnlijk als je dan zo'n uh, 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 wetenschappelijke uh, publicatie onder ogen krijgt, die overigens heel goed te lezen is. Uh, die hoeft al helemaal geen. Uh, dat is echt geen hogere wiskunde hoor. Het is gewoon een beetje kunnen tellen. En uh, dan wel natuurlijk zorgen dat je het goed op een rij zet. Ja, dat en dat heeft zij al gedaan voor. En dat heeft, dat heeft ze gedaan. En dan kun je gewoon lezen en dan zeggen, jongens, hoe kan dit? Weet je? En, en dus ik vind het ah. echt een schande. Dat, dat wij die, die enquête niet, uh, niet doorvoeren en dat, dat we, het, ja, we spelen met de volksgezondheid op deze manier. Absoluut. Ik moet afronden. We zijn een beetje afgedwaald. We zijn maar afgedwaald. Maar... Het is nu zondag, misschien is inmiddels het kabinet gevallen. Of ja. Misschien was dat ook een Oaks. Ja, dat weten we ook niet. Dat, uh, ja. Die hebben we niet geadresseerd. Ja. Ja. We hebben wel heel erg gepland door Mark Rutte. Ja. Ja, dat is inderdaad wel een heel groot spel. Dat ja. Ja, thema van die blikvernouwing en de architectuur die nodig is om te zorgen dat mensen uh, met elkaar oneens kunnen zijn. Dat tegenspraak georganiseerd is, is heel belangrijk. Hè? Dus dat ja. is dat, ja. de afgelopen jaar is echt dat Pieter Omzicht functie elders, is een heel belangrijk. Ja. Uh, dat was ook uh, echt wel nieuws van de week, hè, in het, dat het opzicht. Een heel belangrijk thema: van op de, ja, van hoe organiseer je het dat mensen uh, op een heel volstrekt andere manier naar iets kunnen kijken. en toch ook erkend worden als uh, professie. De blik van nou in Nederland binnen de wetenschap, even los van de farmaceutische industrie, is zo pijnlijk groot. Het is zo ja. hoe mensen vinden dat allerlei je. allerlei terreinen. Ja. 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 Ik moet afronden. Ja. Dank jullie. Oké. Okay.